Hier op de Havelaan, vlak achter de haven van Brussel, zal over 5 jaar een nieuw centrum voor drugsverslaafden openen. Het wordt een groot centrum van 3600 vierkante meter. Het gewest maakt er 5 miljoen voor vrij. On voit que en Belgique, nous sommes finalement retardataires par rapport de très nombreux pays européens en matière de gestion des personnes souffrant d'une addiction aux drogues. Et donc il y a la volonté effectivement de mettre un centre qui puisse les accompagner, qui puisse les aider à s'en sortir. Het nieuwe centrum is eigenlijk een uitbreiding van het bestaande crisiscentrum in Schaarbeek, Transit VZW. Hier zijn maar 22 bedden, het centrum is te klein geworden. Het is altijd meer en meer mensen. En dus ja, het is een heel goed nieuws, want daarmee zullen wij nog meer mensen kunnen bereiken. Drugsgebruikers. Wij zullen daar werken nog op een lagere, drempelige opvang. Dus wij zullen een bredere populatie kunnen bereiken van drugsgebruiker. Drugsverslaafden zullen in het nieuwe centrum medische hulp krijgen via Dokters van de Wereld en psychologische bijstand via het LAMA-project. Verslaafden zullen dus veel breder geholpen worden dan vroeger. Maar een echte gebruikersruimte komt er voorlopig niet. Il n'y a pas encore aujourd'hui d'accord au niveau du gouvernement sur l'implantation d'une salle de consommation à moindre risque. Nous espérons pouvoir trouver un jour un accord effectivement sur l'implantation d'une salle de consommation à moindre risque parce que nous estimons qu'il s'agit là d'une plus-value pour Bruxelles. Vervoort heeft dus nog geen akkoord met zijn regering, maar wel al met de procureur-generaal. Die zal niet vervolgen als Vervoort met het gewest een gebruikersruimte bouwt. Burgemeester van de stad Brussel, Philippe Klose, heeft op zijn beurt een akkoord met Vervoort en met zijn nieuwe meerderheid. Hij wil volgend jaar al een klein opvangcentrum rond de Alhambrawijk met gebruikersruimte. Dat is noodzakelijk voor Brussel. En ik ben ervan overtuigd dat nu met een platform, met het gewest, de stad, de verschillende VZW, maar ook het parket, we kunnen een oplossing vinden. Zal u daar dan wel een spuitruimte kunnen organiseren, meneer Klose? Ja, dit gebruikte zaal is noodzakelijk. Er is een voorbeeld in Luik. Het is niet een zo grote opvang zoals het gewest willen voor 2023. Maar we kunnen beginnen met dit gebruikte zaal zoals in Luik. Dat is voor mij noodzakelijk voor Brussel.